Hartelijk welkom bij Woonbeurs Amsterdam TV. In 9 afleveringen zie je hier al het nieuws van de Woonbeurs Amsterdam in de rij. Kijk en luister naar topdesigners uit de woonwereld. Laat je inspireren door de trends en primeurs op woongebied. En kom binnen in de huizen van de bekende woon- en buitenbladen. Kijk van 25 september tot en met 3 oktober iedere dag naar Woonbeurs Amsterdam TV. Welkom in Over de Vloer bij Musica 1 en ik ga jullie laten zien wat we hier allemaal doen. Dit is het hart van Musica 1, een centraal plein, een Italiaans patio, waar mensen samenkomen en waar techniek en interieur ook samensmelten. We hebben hier een hele mooie nieuwe keuken, gelijk een primeur. Een keuken die ik ontworpen heb voor Tinello keukens. En het bijzondere is vooral het materiaalgebruik. Het gepatineerde koper, vergrijst met het eikenhout. De stoere, strakke vormen, echt een mix tussen minimalistisch en landelijk wonen. Bij een plein hoort natuurlijk een bar. En heel bijzonder zien we hier de integratie tussen audio en verlichting. Mooie druppelvormige speakers met gekleurde lampjes in allerlei tinten. Ja, het ultieme in beeld en geluid is natuurlijk een thuisbioscoop. Dat zien we hier. Prachtige stoelen die in hoogte aflopen en de projectie van een groot scherm. We zijn hier in de lounge. We laten hier het nieuwste op televisiegebied zien, 3D-televisie. En we hebben de integratie van Home Installation, waarmee je bijvoorbeeld met een iPadje draadloos je verlichting aan kunt sturen en allerlei multimedia zaken kunt bekijken. Dit is een luxe home office, een plaats waar je kunt werken, maar waar je ook lekker bij de televisie kunt zitten en naar muziek kunt luisteren. Dit is een voorbeeld van een wellnessruimte met een heerlijke whirlpool waarin je kunt ontspannen, een wijntje kunt drinken. Maar waar je ook, zou ik maar zeggen, vitaal kunt blijven en wat oefeningen kunt doen. En op die manier fit en sterk kunt worden. Sommige ontwerpen blijven je altijd inspireren. Speciaal voor jou. Gespot op de Woonbeurs Amsterdam. Het is een uniek gemaakte keuken. We maken alle keukens op maat. We hebben nu gekozen voor een WG-houtsoort, FSC gekeurd. Elke boom die je kapt, planten ze weer een nieuwe. Hij is van massief hout en de meeste meubelfabrieken durven het niet te verwerken. Wij wel, we hebben heel veel kennis wat massief hout betreft. Het is een woonkeuken. De gezelligheid zit toch meestal in de keuken. Daar hebben we meteen een bank erbij gemaakt. Je kan lekker zitten. Ook hebben we een combi-stoomoven meegenomen. Kan je gezond je eten klaarmaken. Maar je moet ook wel een wijntje kunnen nemen. Daarom hebben we ook de wijnkast meegenomen. Welke kleuren gaan het worden? Is de trend mix en match, klassiek of juist design? Topontwerpers voorspellen de trend voor 2011. De grootste trend is dat mensen reizen in hun eigen huis. Je neemt iets mee van toen. Dat combineer je met producten van nu. De consument is ook zo goed ingevoerd. Dat komt natuurlijk door alle nieuwe media's. Internet, mensen reizen veel. Ze worden zich veel bewuster van wat vind ik zelf mooi. Nu mag een redelijk strakke salontafel met misschien oude stolpen, stillevens, moderne fotografie, behang wat een soort van futuristisch is, 3D-behang wat lijkt op golfplaat. Dus het is leuk om te zien dat de mensen op de beurs het ook allemaal willen aanraken. Maar dit is een heel mooi voorbeeld hoe je een kamer niet helemaal hoeft te behangen, maar heel subtiel met lijstjes eromheen. Wat natuurlijk heel lang geleden in de 17e en 18e eeuw in voorname huizen ook werd gedaan. Behalve dat dit een voorbeeld is van oud en nieuw, vind ik dit heel erg een voorbeeld van wat je toch wel veel ziet de laatste jaren. Inspiratie uit de natuur. Toen ik hem van de week voor het eerst zag, moest ik meteen denken aan onderwatergevoel. Vanmorgen zei ik ook tegen iemand, het is geen fijne benaming, maar het doet mij denken aan kwallen. Echt een geweldig ontwerp. Welke kunst past bij jouw interieur? Onze vraag aan de bezoekers is, waar sta jij het langste bij stil? Ja, we vonden de marmeleenvloer erg mooi. Ja, als je ziet, het gaat helemaal goed met ons. Eigenlijk tot nu toe bij het arsenaal. Heel compleet en het ziet er gewoon heel erg goed verzorgd uit. Bij deze stem? Ja. Bij verf en bij vloerkleden. Ik weet het. Oh. Ja. Het Japanse toilet van naar Nederland komt. Oh ja. Die je papierloof kunt gebruiken. Het is nu of nooit. De aanbieding van vandaag.
Wonen anno 2010 is vooral je eigen stijl kiezen. Dit was de laatste aflevering van Woonbeurs Amsterdam TV. Volgend jaar is de Woonbeurs Amsterdam van 24 september tot en met 2 oktober. Bedankt voor het kijken en tot dan!